De Economische Controledienst, ECD, van het ministerie van ESOT, heeft woensdag bij controlewerkzaamheden beslag gelegd op aardappelen aan de Van Hattemweg in Wanica. Uit onderzoek is gebleken dat de vergunninghouder geen inkoopbon kon overleggen. Er is terstond opgetreden en er is beslag gelegd op de partij aardappelen. Verder is er ook prijsopdrijving op uien geconstateerd. De vergunninghouder heeft de wet economische delicten overtreden. Er is ook een procesverbaal opgemaakt en de zaak wordt verder onderzocht. Het Hof van Justitie heeft gisteren in eerste aanleg uitspraak gedaan in de strafzaak tegen verdachte Ashwin Adin, de ex-vicepresident van Suriname. Het Hof sprak de verdachte vrij van alle feiten. Het Hof oordeelde in eerste aanleg dat de feiten zoals in de tenlastelegging zijn weergegeven niet wettig en overtuigend zijn bewezen. Het gaat om de feiten, valsheid in geschriften, verduistering en vernieling. Scholieren op verschillende scholen in Koroni en Ikeri hebben van 30 oktober tot en met 1 november geparticipeerd aan de Smart Water Education Program. In dit programma worden jongeren het belang en het juiste gebruik van water middels korte lessen en oefeningen bijgebracht. Het Smart Water Education Program is onderdeel van het Agricultural Competitiveness Program dat wordt uitgevoerd door het ministerie van LVV in samenwerking met de ICA.